Goeiedag dames en heren. Vandaag hebben wij natuurlijk een nieuwe video over aardappels van 2021. Normaal gesproken begin april planten, een half jaar later oogsten. Maar deze, omdat deze soort aardappels heel anders. En 2021 is te koud jaar geweest. En zullen we gaan kijken wat is precies geworden. Als je de video vindt je het leuk, je kan gewoon abonneren en like. Elke nieuwe video komt op de kanaal, daar kan je gelijk een melding daarvan krijgen. Nu gaan wij samen kijken wat is de verrassing na de planten. Kijk nu, kan je zien hier de plant, zijn allemaal gestorven. Gaan we kijken of de aardappels hier onder de aarde zit. Dan gaan we. Ja, een beetje. Je kan zien, de seizoen van deze jaar is heel erg koud. Het is geen warme jaar geweest. Daarom is die aardappel snel klaar mee. Dan kan je zien hier. Dan gaan we even natuurlijk anders werken. Wat ik zeg, dat is 2021, is veel wolken, regen, en dat is het. Snel, de aardappels snel stoppen met groeien, en dat is het resultaat natuurlijk. Zien. Normaal gesproken moet ze nog groeien, maar wat ik zei, deze jaar is het koud. Deze we zijn klaar mee. Maar naar deze kan je zien. Dan gaan wij ook deze weghalen. Dat is jammer dat deze jaar zo is. Anders gaan ze deze nog groter worden. Maar ja, niks anders. De klimaat is veranderd.
Zou moet groot zijn. Zo. Dat is het voor deze jaar. Volgend jaar is weer een jaar. 2022. Opnieuw planten. Ik hoop dat gewoon de weer goed volgend jaar. En dan kan je meer zien aardappels normaal gesproken. Groot zijn. Maar dat is het. Van deze jaar, dat is het. Je kan altijd mij volgen op de YouTube. Ik heb verschillende video's. Er is enorm veel video's op YouTube. Van alle soorten groenten, planten en bloemen. Daar kan je heel veel van leren, ervaren. En zou ik zeggen, bedankt voor het kijken. Doei doei.